De amnestiewet blijkt na grondig onderzoek en toetsing van het Constitutioneel Hof niet in lijn te staan met getekende verdragen en wetten en is dus onwettig verklaard. Dit werd vanmorgen tijdens de openbare zitting over het onderzoek naar de toetsing van de amnestiewet bekendgemaakt door de voorzitter van het Hof, Gloria Karrig-Sterling, in aanwezigheid van de leden en plaatsvervangende leden van het Hof. Met een amnestiewet wordt amnestie verleend, meestal voor misdaden uit een bepaalde periode, in een bepaalde context of door een bepaalde groep mensen. Deze wet uit 1992 verleent amnestie voor zo'n 20 strafbare feiten uit het Surinaamse wetboek van strafrecht, gepleegd tussen 1 januari 1985 en 19 augustus 1992. Het Constitutioneel Hof is van oordeel, gelet op de toetsing van de wet van 19 augustus 1992, de amnestiewet van 1989 dus, dat vermelde wet in strijd is met de artikelen 8, 10, 14, 131 lid 3 van de Grondwet van de Republiek Suriname, dat de vermelde wet in strijd is met de artikelen 2 en 14 van het IVBPR en dat vermelde wet in strijd is met de artikelen 1, 8 en 25 van het AVRM. Van deze beslissing afschrift te zenden aan verzoekster, de ministers die belast zijn met justitiële aangelegenheden en met de zorg voor de publicatie in het Staatsblad van de Republiek Suriname, de president van het Hof van Justitie, alsmede aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. Aldus vandaag uitgesproken in het openbaar. De voorzitter van het Hof ging ook in op de gevolgen van de inwerking laten treden van de amnestiewet. Hierbij werden verschillende wetten vanuit het wetboek van strafrecht en strafvordering getoetst, evenals internationale verdragen. Het meest bekende argument blijft dat bestraffing nodig is als afschrikking, als garantie voor een toekomst met minder geweld en minder repressie. 3. Vervolging en bestraffing zijn belangrijk om een prille democratie sterkte te geven. Voorts is het volgens het Hof in het belang van de rechtsstaat om niet te kiezen voor een amnestiewet welke de burgers kan inspireren om het recht in eigen handen te nemen. Dat kan immers leiden tot chaos en sociale onrust die grote gevolgen kunnen hebben. Legitimiteit is heel belangrijk voor een nieuwe of herstelde democratie. Een of andere vorm van straffeloosheid genereert daarentegen cynisme en wantrouwen. Het Hof overweegt eveneens dat de verlening van amnestie de mensenrechten schending eventueel stopt voor de schuldigen, maar wel in de toekomst een aanmoediging voor anderen zou kunnen zijn voor herhaling van deze schendingen en dat gemaakte inspanningen voor vrede hierdoor toch kunnen destabiliseren. Nu de beslissing gevallen is, zal een officieel schrijven worden gestuurd naar de ministeries die belast zijn met justitiële aangelegenheden en met zorg voor de publicatie in het Staatsblad van de Republiek Suriname, de president van het Hof van Justitie en de voorzitter van de Nationale Assemblée.